Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Dit is een vlog speciaal voor Xight. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Rachel. Ik ben inmiddels bijna 18. Ik doe nog eventjes. Maar dat en ik studeer communicatie in Tilburg. En daarnaast ben ik zangeres. Mocht u hier nou denken, hey, ze heeft een bekend hoofd. Tik dan even op YouTube of op Google Rachel Traats. En dan denk ik dat je wel iets gaat vinden. Lol. Anyway, ik doe dus mee aan Xight vloggen. Dit is de vlog voor de tweede ronde. Daarvoor moest je een opdracht op gaan halen. Ik heb de mijne in Rotterdam opgehaald. Want ik woon echt in the middle of nowhere. Dus ik moest even naar Rotterdam voor deze opdracht. En dit is een kaart en er staan een paar opdrachten op. Onder andere cocktails maken. Getwork organiseren of een feestje. Ik heb voor het laatst gekozen, want feestjes zijn leuk. En vandaar ook dat mijn stem niet helemaal normaal klinkt. Dat is dus van het feestje. We hebben beneden in de tuin een feestje gehouden. En het was super leuk. We hadden met de groep al een tijdje idee om een feestje te gaan houden. En dat iedereen verkleed moest komen. Dus ja, maakt eigenlijk echt niet uit als wie. Ik ging dan als Pocahontas. En toen was ik even zat om Pocahontas te zijn. En toen ging ik als yogalerares. Ja, weird. Anyway, er waren Roodkapjes aanwezig. Er was een Minion. Er was Zorro was er ook. Dat ga je nu allemaal zien in deze vlog. I can't stop, no, I can't stop, no. Not gonna dance with me.
slim als ik was, kom ik er dus net achter tijdens het editen dat ik totaal geen afsluiting heb afgenomen van die avond. Ik heb, ik denk dat mijn batterij leeg was of zo. Maar dus, het was een heel erg leuk feestje. We hebben het niet super, super laat gemaakt, maar... Nee, ik denk dat rond een uur of vier allemaal wel in bed lagen. En het was super gezellig, zeker voor herhaling vatbaar. Wat betreft Excite ga ik jullie zeker op de hoogte houden. Mocht ik nou wel een van de 16 vloggers zijn die uitgekozen wordt, dan gaan we gewoon nog een feestje bouwen. En dan zien jullie mij op die festivals. Mocht ik het nou niet worden, dan heb ik een heel erg leuk feestje gehad. En dan blijven hier elke week gewoon vlogs verschijnen op dit kanaal. Ik hoop dat je deze video leuk vond en tot volgende week!